Dit is Valentina, 80 jaar oud. Ze leeft al 40 jaar alleen nadat haar man Victor op jonge leeftijd overleed. Valentina vertelt dat ze altijd hard heeft moeten werken om rond te komen. Toen ik jong was, werkte ik als mijnwerker. Nadat de staat het voor vrouwen verbood om in de mijnen te werken, ben ik 38 jaar lang afwasser geweest. Toen Valentina met pensioen moest, had ze geen spaargeld en veel te weinig verdiend om een pensioen op te bouwen. Ik heb altijd erg weinig verdiend, dus geld om te sparen was er gewoon niet. Daarom begon ik met het verkopen van zaden, bessen en paddenstoelen die ik zelf in de bossen verzamelde. Inmiddels lukt dat niet meer, omdat ze daar eigenlijk te oud voor is. Valentina krijgt hulp van Leona, een sociaal hulpverlener van Dorcas. Leona helpt me heel veel. Ze komt met eten en helpt met boodschappen doen. Ze is zo'n goede hulp voor me. Leona neemt me ook altijd mee naar activiteiten met andere ouderen. Daar kan ik met anderen praten en samen eten. Of zingen en dansen wanneer iemand op het accordeon speelt. Het maakt me intens blij als ik daar ben geweest. Ik hoor er nu weer bij. Geef ouderen zoals Valentina de aandacht en ondersteuning die ze zo hard nodig hebben. Sponsor nu een Granny.